Via VV Emmen en Sparta belandt Jan van Bever in 1970 bij PSV, waar hij 10 jaar onafgebroken onder de lat staat. Met zijn atletische vermogen en katachtige reflexen is Van Bever de beste keeper van zijn generatie. Maar door een conflict met onder andere Johan Cruijff speelt hij slechts 32 interlands en komt hij nooit in actie op een eindtoernooi. Na 2 seizoenen bij Nottingham Forest in Engeland tekent Hans van Breukelen een contract bij PSV. In Eindhoven kent hij een zeer succesvol decennium, met 6 landstitels, 3 KNVB-bekers en een Europa Cup 1. De 78-voudige international staat bekend als penalty killer, door de strafschoppen die hij in 1988 stopt in zowel de Europa Cup 1 als de EK-finale. Met 717 wedstrijden is Jan Jongbloed recordhouder wat betreft het aantal gespeelde duels in het Nederlands betaald voetbal. Maar de 24-voudige international is vooral bekend van 2 WK-finales in 1974 en 1978. In clubverband was het hoogtepunt van zijn carrière, die in 1985 na een hartinfarct eindigde, de landstitel in 1964 met DWS. Vanaf zijn debuut op 17-jarige leeftijd in Ajax 1 ontwikkelt Eddy Pieters Graafland een reputatie van rustige, betrouwbare doelman. In 1958 wordt de 47-voudige international voor een recordbedrag van 134.000 gulden getransfereerd naar Feyenoord. In Rotterdam viert Eddy PG vele successen, met de Europa Cup 1 in 1970 als absoluut hoogtepunt. Als opvolger van Stanley Menzo groeit Edwin van der Sar na een weifelend begin vanaf 1992 uit tot de onbetwiste nummer 1 onder de lat bij Ajax. En vanaf 1994 ook bij Oranje. De record international, hij kwam tot 130 interlands, vertrekt in 1999 naar Juventus zonder veel succes. Via Fulham komt hij in 2005 terecht bij Manchester United, waar hij in 6 seizoenen 12 prijzen wint.